hier zo? Ja, dat is gewoon. Morgen, Daniel. Jullie zijn een half uur te laat, koffie drink je maar straks. Eerst aan de slag. Hè. Ah. Bureau daar, de zithoek daar. En de slaapkamer is daar. Nou, ga je gang maar. Kom, opschieten. Morgen. Jezus, is het al zo laat? Ik moet opschieten, ik ben al veel te laat. Niet met je mond vol de straat op, dus geen gezicht. Het is niet anders, man. Was er iets bij de post? Nee, nog niks van de universiteit. Zijn ze er allemaal op vakantie of zo? Ach, het komt heus wel vandaag of morgen. Nou, pap. Dag, schat. Dag. Ze heeft nooit de tijd om behoorlijk veel tijd. Hoi. Willy? Hoe moet het als ze naar de universiteit gaat? Waar moet het geld vandaan halen? Er zijn grenzen aan wat ik kan doen. Zelfs voor mijn Francientje. Jouw Francientje kan een studiebeurs krijgen, zoals iedereen. Waarom zou ze anders zijn dan de anderen? Omdat ze anders is, Dirk-Jan. Is de enige die van haar leven wat wil maken. En er ook nog voor wil werken. De rest voert geen klap uit. Nee, dat is niet eerlijk. Oh nee? Er is er geen een die gewoon wil werken. Ze willen het allemaal op een presenteerblaadje. Popzanger, tennisster, motorkampioen. Het liefst aan de top beginnen. Met veel glitter en glamour. En natuurlijk een grote som geld zonder een poot uit te steken. Maar arme sloepers als ik. Die moeten keihard werken om jullie de kleren te steken, de ijskast te vullen. Als je er nou voor zou zorgen een normale baan te nemen. Ja, en. Kijk nou wat je gedaan hebt. Kun je niet wachten tot na het ontbijt met je geruzie? Ik zou bijna denken dat je een hekel aan je zoon hebt. Ach, natuurlijk heb ik dat niet. Maar het enige wat hem interesseert is die motorfiets en die verdomde crossraces. Ach, Winnie, ik weet het ook niet. Je zit de boel te bedonderen, Rijn van de Akker. Je bent al net zo'n crossgek als hij. Nou, vooruit. Drink je koffie op, ik wil de boel opruimen. Willy, de verhuiswagen staat al voor. Nog even en hij woont hier. Dan kunnen we hem niet meer ontlopen. Dat weet ik. En wat wou je eraan doen? Verhuizen? Ach, je weet net zo goed is het dat niet kan. Nou ja, laten we het beste maar van hopen. Iemand voor de benzine. Koffie maar rustig op. Hoi. Hey. Mag ik een kop koffie? Je bent vroeg vandaag. Krijg je thuis geen koffie meer. Ah, mijn vader. Daar word ik gestoord van. Nee. Ik wil een tosti. Twee. Of meer. Oké. Okay. Drie. Ik heb honger. Hey, ga je vanavond met me mee naar de Flamingo? Ja, als ik klaar ben misschien. Of anders in het weekend. Ding nou toch met rust, Mario. Ik heb toch gezegd dat we een andere krijgen? Dat ding is gewoon op, oud, dat daar gezat. Zo is alles hier. Ah, weer geld voor een nieuwe zaak, hè? Trouwens, jij wil nu toch niet verhuizen, nu een belangrijke lui tegenover ons krijgen? Mama, de wasmachine doet het niet. Zeg, je houdt die vaporetto nou al 20 jaar aan de praat. En misschien kun je ook eens iets aan mijn wasmachine doen. Hm? Het is ongeveer even oud. Ah, Jota. Gaat het bij jou thuis ook zo? Net zo.
Waarom worden mensen toch zo vervelend als ze oud zijn? Ik maak gewoon een deal met mijn dokter, weet je. Zodra ik 40 ben, dan mag hij me afmaken als een oude hond. Mij ook. Hallo. Hoi. Heb je voor mij een glaasje melk? Ga je vanmiddag crossen? Tuurlijk. Jij? Ja, kan ik meerijden? Ik heb geen vervoer. Als jij dit allemaal betaalt. Armoedzaaier. Hey, blijf jij hier? Ik moet weg. Ik wil naar de stad om een paar nieuwe schoenen te kopen. Oh. Ja, hier kan ik echt niet meer oplopen. Ja, ik vind het best als je maar om 12 uur terug bent. Ja, ja. Hey, wist jij dat ze wat met Tony had? Mm-hmm. Niet alleen met Tony. Je hebt weer geluk, hè? Jongen, dan kreeg je 10 meter voorsprong. Dan kwam je nog als laatste binnen. Oké, jongens, starten! Ik heb weer een klusje voor jou. Wil jij nou niet weer eens een ritje voor me maken? Dat doe ik niet meer, Gerard. Dat weet je. Die tijd is voorbij. Huur er maar een ander voor in. Ik heb een week tijd om het spulletje kwijt te raken. Maar mijn jongens beginnen nerveus te worden, dus ik wil er een nieuwe bij. Nou, dat kan ik wel voor je regelen. Ik heb haast, Tony. U vraagt en wij leveren. Maar voor niets gaat de zon op. Oké? Dit is de naam die ik in gedachten heb. Dus die jongen regel jij, hè? Die klote motor. Dat waardeloos. Ik dacht dat je hem gemaakt had. Ja, het spijt me, jongen. Ik heb gedaan wat ik kon. Maar het blijft een oud beestje. Eigenlijk is hij niet te maken. Oh, verdomme. Hé, hey, die zilvergrijze motor gezien. Sprong langs iedereen. Is er met jou gebeurd? Dat is een echte machine van de Akker. Dat ding is rijp voor de sloop. Ai, Parmezaanse kaas in de keuken laten staan. Ach, kan jij die even pakken, Petje? Ja, hoor. Hé, waar is iedereen? Het eten is klaar, hè? Nou, Monique is de gezichten aan het beschilderen. Pet heb je net naar de keuken gestuurd. Jij bent hier, ik ben hier. Verwacht je nog iemand? Ja, waarom is er toch nooit iemand op etenstijd, hè? Het is nu al dente. Monique! Waarom kunnen we niet als ieder normaal gezin met elkaar eten? Zoals in Italië. Als je zo gek bent op Italië, waarom ga je daar niet terug? Monique, wat voel je nou toch allemaal uit? Ik kom. Kan je Monique eens wat
anders maken. Pasta, pasta, pasta. Kijk nou naar me. Ik eet de eeuwige pasta van jou en ik word steeds vetter. Ach, bij jou is het ook nooit goed, hè. Jij klaagt altijd dat we geen geld genoeg hebben. Maar voor een goedkope, goede pasta haal jij je neus op. Wat wil je dan? Caviar, champagne? Je hebt uren op je kamer gezeten. Wat voel je daar toch allemaal uit al die tijd? Toch maar één gezicht om te beschilderen? Hou op met je gezeur, mama. Ik ben in de stad geweest. Hey, zeg. Praat niet zo tegen je moeder, hè. Haal die troep van je gezicht. Je lijkt wel een hoer. Ah. Ja? Ah. Ja, dit is niks, verdomme. Dat heb ik je al zo vaak gezegd. Sla nou eens op toon aan tegen je vader. Hij doet toch zijn best voor je? Ja, maar kennelijk niet genoeg. Trek het niet aan, Jan. Hij meent het niet. Hij had zo gehoopt te winnen vandaag. Hij is gewoon verschrikkelijk teleurgesteld. Dat begrijp je toch wel, hm? Is hij er al ingetrokken? Ik weet het niet, ik geloof het niet. En weet hij dat we hier wonen? Geen idee. Hoe moet ik dat nou weten? Ik heb hem al zo lang niet meer gezien. Is het Dick? Is je weer niet gewonnen? Het ging goed, maar die motor begaf het. Ik heb mijn vader verrot gescholden, maar ja. Wat kan hij eraan doen? Die motor is gewoon te oud. Een waardeloze puinbak. Ja, wat moet ik anders, Tony? Ik kan geen nieuwe kopen. Maar laat staan alles wat er nog bij komt. Zo kan ik niet aan de strandrace meedoen. Ik heb gehoord dat je heel goed rijdt. Je schijnt talent te hebben. Wat jij nodig hebt is een sponsor. Ja. Ik geloof sinds de kleuterschool al niet meer in Sinterklaas. En als ik nou eens iemand voor je weet? Die maakt er geen van. Echt. Het zou kunnen. Belangstelling? Wat dacht je? Maar ik hoef helemaal geen geld van jullie. Kijk, als ik in Leiden word aangenomen, dan moet ik daar op kamers gaan wonen. Nou, dan krijg ik een basisbeurs van zo rond de 600 gulden per maand. Denk je dat je het daarmee redt? Eten, kleren, boeken? Dan weet ik dan wel niet meer. Maar ik kan daarnaast ook nog een lening krijgen. Ik heb met mijn decaan gesproken en die zei dat het nog eens 200 tot 400 gulden extra per maand was. Jawel, maar ze willen wel hebben dat je er terugbetaalt, zodra je gaat verdienen. Ja, dat zie ik dan wel weer, hoor. Maar wat je vader bedoelt, is dat wij je zo graag zouden willen helpen. Ja, maar dat kunnen jullie niet, dat weet ik toch. Ik zoek het zelf wel uit, het komt best goed. Bovendien ben ik nog helemaal niet ingelopen. Ik ga nog even naar de bieb, ja? Ik ben zo terug. Oké, doeg. Hoop jij dat Leiden doorgaat? Eerlijk. Ja, natuurlijk. Ik zal het vreselijk missen. Maar ik wil dat ze vooruit komt in het leven. Ze heeft er de hersens voor. Ze weet tenminste wat ze wil. De bezuinigingen. Wordt er niet eenvoudig op allemaal. Straks moet ze er ook nog een baantje bij nemen. Ze heeft recht op het beste. Al moet ik s'nachts doorwerken. Al moet ik de garage verkopen. Ja. Wat levert dat helemaal op? Hoi, Dickie. Hoi. Is er al koffie? We zijn even in gesprek. Even naar je hoekje. Als je vaste baan neemt, heb je geen tijd voor je motor. Als je het serieus opvat en er iets mee bereikt, dan kan je er ook van leven. Hey, maar ik heb geen geld, Tony. Als mijn vader niet samen met mij aan de motor zou knutselen, dan zou ik niets hebben. Ik zal een baantje moeten zoeken. Ik wil je een voorstel doen. In de weekends help je mee hier in de disco. Ik geef je een vast bedrag per maand. Ja, het is weliswaar geen fortuin, maar alle beetjes helpen. Als je dan ook nog een sponsor krijgt voor je wedstrijden, kan je best rondkomen. Wat vind je ervan? Echte mol? Lekker. Drupje water? Vingertje, alsjeblieft. Zeg, dat is een allercharmantst appartement. Ziet er schitterend uit.
Waarom ben je eigenlijk hier in deze buurt gaan wonen? Ik ben een paar straten verderop geboren en getogen. We keren toch allemaal terug naar de plaats van de misdaad? Vertel eens, beste Derks. Wat heb je voor nieuws? Nou, niet zoveel als jij waarschijnlijk zou wensen. Kijk, je moet niet vergeten, iedere nieuwe ontwikkeling brengt altijd oppositie met zich mee. Zelfs hier in deze stad hebben we te maken met adviescommissies. Ik moet de collega hier van BMW meekrijgen. Dan moet het nog door de raad. Het is allemaal niet zo eenvoudig. Dan moeten we ze een voorstel doen waar ze geen nee op kunnen zeggen. Vind je ook niet? Jawel. Maar er zijn er eenmaal mensen die er echt principes op nahouden. Ik heb nog nooit van een principe gehoord dat zijn prijs niet had. Je moet alleen weten hoe hoog die is. Ik wil die pandjes, Derks. Het gaat mij om de grond. Die zal ik krijgen ook. Ja. Nee, natuurlijk. Uiteraard. Daar zal alleen wel enige tijd overheen gaan. Je hebt tot 12 november. Zo mogelijk. De 13e beginnen mijn mannen met het werk. Wil iemand nog iets drinken of zijn jullie van plan om de hele avond leeg glas te blijven zitten? Tuurlijk nemen we er nog eentje. Drie bier, twee cola en een glaasje melk voor de kleine. Dankjewel, Nigan. Ik mag hem niet, die Nico. Ik mag hem gewoon niet. Santa Maria, hij is net een paar weken in de stad en Anke mag hem al niet. Oké, pak jij even. Drie pils, twee cola en melk. Kan niet, mam. Ik zit midden in deze bestelling. Hey, Pet. Hoi. Hi, gang. Hey. Hey, Jim. Zal ik even snel een patatje krijgen? Patatje, Mario. Meenemen. Meenemen. Dus we de spijker ook weer eens laten zingen vanavond. Hey, Wim. Hey, Patty. Hoi. Hoe is het met jou? Ja, prima. Goed, dank. Zeg, iemand vertelde mij dat jij zo'n mooie stem hebt. Ik. En ik had het weten. Oh, omdat je met één plaatje in de tipperaar hebt gestaan? Of omdat je wel drie keer per maand ergens in een boerenschuur staat met dat beentje van je? Ik heb oren aan mijn kop, slijmbal. En vooral 's morgens schijnt ze heel goed te zingen. Daar weet je niks van, joh. Onder je raam, mannen, kom. Hey. Oh, bedankt. Moet ik even aan de moeder vragen? Hallo. Hey. Het is moet ook een behoorlijke stoot geweest zijn, toen ze nog jong was. Hé, wat hoor ik nou? Beetje rustig aan met dat toen ze nog jong was gedoe, hè? Ik ben ouder dan zij is. Hé, hey, jongens. Ik zou best een stikje lust. Ligt iemand iets te roken? Ja. Sommigen rookten wel die rotzooi, maar tegenwoordig niet meer. Niemand zit meer in die scene. Je moet even checken als je wilt. Oh, nee. Nee, ik had wat sterkers in gedachten. Zeg, kom nou. Jullie kennen toch wel iemand die dat spul hier verkoopt? Nee, ik ken niemand. Sorry. En Nico, wat deed je eigenlijk voordat je hier kwam? Wil jij dat weten? Ja. Nou, ik schijn altijd een klein beetje te moeten zwerven, jongens. Ik heb me nooit zo druk gemaakt over een doel in het leven. Ik ben nummer 1 niet. Hey. En ik word zijn manager. Hey, en mijn zusje die wil dokter worden. Oh ja? Moeten we nou, jongens? Zo. Hey, jullie weten waar de actie is, hè? Ja! Ja! Hoi! Hoi! Ga zo met je mee, ik moet eerder weg. Ja. Ik denk er niet van. Nou, dan zou ik liefst zelf naar huis gaan stoppen. Je andere plannen had voor vanavond? Ik had een afspraak, maar zijn bankrekening viel tegen. Dus mocht hij niet aan je komen? Nou, dat mogen ze eigenlijk nooit, Tony. Jij bent de enige die dat mag. Ik wil ze wel uitkleden, maar dan anders, weet je wel. Hey, shit, ik heb niet wat te drinken voor. Ik zal het voor je klaar, Nicky. Wie past dan op de zaak? Jimmy. Ging er lekker, hè, vanavond. Wie denk je wel dat je bent? Sophia Loren? Doe ik morgenavond Claudia Cardinale. Nou, goed.
Hé, Mario, het is maar een spelletje. Ik bedoel daar niks mee. Oh, nee, nee. Je dacht toch niet, ik met een van die pubers. Nee, maar je wil wel dat ze naar je kijken, hè? Je probeert ze op te vrijen. Dat zie ik toch aan je. Ik zie toch hoe je loopt. Hoofd omhoog, borst er vooruit. Ja, zo geleerd op de mannequincursus. Oh ja, dat heb je ook nog gedaan, ja. Wat heeft je dat opgeleverd? Ja, van mijn eigen geld. Ja, maar wanneer is het in het klote stadje ooit een modeshow? Zeg, Anke, ik probeer jouw huis niet meer te veranderen, hoor. Dat heb ik al lang opgegeven. Ik wil ook niet eens meer weten wat je buitenshuis allemaal uitspookt. Maar zolang wij getrouwd zijn, wil ik niet dat je mij in de zaak voor aap zet door de klanten op te vrijen. Basta! Ga naar bed. Ik dacht dat ik wat hoorde. Ik schrok al. Als die tv ook nog kapot gaat. Shh. Dirk-Jan, Geert van Linden. Hallo. Dirk-Jan, leuk jou naast te ontmoeten. Kan ik de heren iets te drinken aanbieden? Ik ben net verhuisd, ben nog niet helemaal op orde. Niets, dank u. Ik heb net koffie gehad. Goed. Laten we meteen ter zake komen. Tony vertelde mij dat jij een uitstekend coureur bent. En dat je een nieuwe motor nodig hebt en een sponsor. Ja, dat klopt. Ik zit gewoon niet zo goed bij kas op het ogenblik. Ja, dat kan gebeuren, hè? Goed, Dirk-Jan. Ik geloof Tony als hij zegt dat jij talent hebt. Ik wil wel een motor voor jou kopen. Het blijft mijn eigendom, op papier dan. Jij rijdt erop en je onderhoudt hem. Ik betaal de entreegelden, de inschrijfgelden, de dure reparaties en de benzine. En ik bied je, laten we zeggen, 6000 gulden per jaar gedurende 2 jaar. Daarna kijken we hoe het gaat en vernieuwen het contract. Wat zeg je daarop? Ja. Ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik bedoel, ja, te gek, maar wat moet ik daarvoor doen? Ik bedoel, niemand doet zoiets voor niets. Wat wordt u er wijze van? Prestige, belastingvoordeel, dat soort dingen. Beetje reclame misschien? Meneer van Linden, ik ken u niet, maar ik heb wel eens over u gehoord. Ik ben niet achterlijk, er zit meer achter. Heel opmerkzaam, Dirk-Jan. Ik hoor het al, we zullen het uitstekend bij elkaar kunnen vinden. Ik verwacht van je dat je af en toe eens een pakketje voor me naar Duitsland, misschien naar Denemarken brengt. Smokkel dus. Hoe naïef denkt u dat ik ben? Wat is het? Ik hou er niet van om zoveel belasting te betalen. Jij brengt geld voor mij naar een ander land en geeft dat aan mijn agent. Dat is alles. Dirk, je hebt een droom, een wens. Dat is motorrijden. Een beroeps worden. Een kans als deze krijg je nooit meer. Ik begrijp hem. Jij woont toch aan de andere kant van het plein, hè? Ja. Boven de garage. Dat is van mijn vader. Rijn van de Akker. Ja. Kent u hem? Nee. Maar ik geloof dat ik je moeder wel eens ontmoet heb. Je kan me voorstellen aan de condities. Hebben wij een deal. We'll be right back.
Ik ben ingelood, ik mag me lijden. Goed, hè? Ga je er echt zingen? Niet echt. Gewoon een keertje proberen op een middag als er iemand is. Misschien ben ik wel niet goed genoeg. Goeie reis.